Tientallen meldingen per maand komen er bij de politie binnen over nepagenten. En de vrees is dat het er eigenlijk nog veel meer zijn. We denken echt dat er veel meer mensen gebeld zijn door deze criminelen dan dat wij weten. En verder in het Zeeuwse nieuws. Defensie gaat in Zeeland meer oefenen. En basketballers halen Olympiër binnen. Goedenavond. Was het vroeger de scharensliep waarvoor je beducht moest zijn aan de deur? Of een colporteur voor het een of ander? Tegenwoordig zijn het nepagenten. De afgelopen maanden zijn er bij de politie al meer dan 180 meldingen over binnengekomen. Vooral ouderen met een vaste telefoonlijn zijn de dupe. Mevrouw van Bokstel. Nou, ik werd gebeld. En dan vertelden ze van de politie. En toen vroeg ik, hoe komen jullie dan aan mijn adres of zo? Nou ja, dat is het nou juist, mevrouw. Wij hebben dus een bende opgerold en die hebben uw adres. En toen wou we vragen of u iets mist of zo. Ik zei, nee, ik mis niks. Ik heb geen braaksporen, nergens ontdekt. Nou ja, omdat hun dan dat gevonden hadden, mijn adres, wouden ze dus hier langskomen. Dat soort dingen doen wij nooit. Dus dat moet al reden zijn om te denken, hey, dit is niet pluis. De politie vermoedt dat de 180 meldingen die zijn binnengekomen maar het topje van de ijsberg zijn. We denken echt dat er veel meer mensen gebeld zijn door deze criminelen dan dat wij weten. De politie probeert op allerlei manieren mensen te waarschuwen voor de nepagenten. Maar de bende geeft het bij ons nog niet op. We zien het een beetje bewegen. Alleen Zeeland is wel de grote uitzondering. Daar hebben we, als je kijkt vanaf juni, zien we wel elke maand een toename. Daar waar het in andere gebieden een beetje op en neer golft. Mevrouw van Bokstel heeft maar één advies voor mensen die ook gebeld worden door nepagenten. Ja, die haak erop gooien. Als van de politie belt zelf niet. Dat wordt al zo vaak gezegd, dat doen ze niet. Dus gewoon die haak erop gooien. Geen interesse. Ik praat erover verder met verslaggever Mercy Kamermans. Ja, Mercy, dus 180 meldingen in de afgelopen maanden. Weten we ook hoe vaak daarvan ze eigenlijk succes hebben gehad? Nee, dat weet de politie niet precies. Er is 32 keer aangifte gedaan. En dan gaat het dus om gelukte pogingen. En ook ja, pogingen waarbij het niet helemaal is gelukt, maar waarbij het wel serieus was dat er echt aangifte is gedaan. Maar ja, de cijfers zijn niet helemaal bekend, omdat dus ook heel veel mensen niet eens melding maken. Het is wel mooi dat er zo af en toe ook nepagenten worden opgepakt. Afgelopen vrijdag was dat nog het geval in Zaamslag, waarbij er 3 mensen zijn opgepakt die actief waren bij een woonzorgcentrum. Is er iets te zeggen als je naar Zeeland kijkt als geheel, waar het dan veel voorkomt en waar weinig? Nou, uit Middelburg komen de meeste meldingen. Dat wil niet per se zeggen dat daar ook de meeste nepagenten actief zijn, maar ja, daar melden mensen het vaakst. Als we dan kijken naar de hele regio Zeeland-West-Brabant, dan is het wel opvallend dat op nummer 1 Breda staat, 2 Middelburg en 3 Tilburg. En dat zijn natuurlijk wel veel grotere steden als Middelburg, dus die springt er wel echt uit. Ja. Ik kan me toch ook voorstellen dat veel mensen denken, ja, je moet toch ook wel een beetje oenig zijn om hierin te trappen eigenlijk. Ja, dat zou je denken, maar het kan echt iedereen overkomen. En zeker ouderen die misschien soms nog wat goedgelovig zijn. Er wordt echt ingespeeld op je gevoel. De mensen zijn heel vriendelijk aan de telefoon. En ze maken ook een beetje gebruik van een zogenaamde overrompeltechniek. Want terwijl jij nog aan de lijn zit, met het verhaal dat er bij jou in de buurt wordt ingebroken en dat je spullen veiliggesteld kunnen worden, zeggen ze van ja, mijn collega is toevallig in de buurt en die staat dan alweer bijna voor de deur. Dus je hebt eigenlijk geen tijd om even goed na te denken. Ja. En nou ja, we zagen net het voorbeeld van mevrouw van Bokstel. Die is daar niet ingetrapt. Maar ja, ik kan me voorstellen dat mensen toch ook in hun buurt wel mensen hebben waarvan ze denken, ja, zijn die nog wel zo goed bij de tijd? Ja, daarom is ook het advies van de politie, ga in gesprek met je ouders of met je opa en oma. Want niet iedereen meer volgt het nieuws even goed of ziet op social media van alles voorbij komen. En daarnaast is het ook zo dat Zeeuwse gemeenten en woonzorginstellingen ook wel hun rol pakken en informatiebijeenkomsten organiseren. En gewaarschuwd mensen telt voor 2 natuurlijk. Mercy, dankjewel. Rond het middaguur werd een deel van Walcheren getroffen door een stroomstoring. Door het uitvallen van een transformator zaten mensen en bedrijven korte tijd helemaal zonder stroom. Ineens viel alle stroom hieruit en we konden helemaal niks meer. We konden mensen niet helpen, konden onze voorraad niet bereiken, die zit in de robot.
Ja, de eerste gedachte inderdaad die je hoofd gaat is ten eerste hoe lang duurt dit en welke noodmaatregelen moeten we gaan treffen? Begrepen, daar sta je dus niet bij stil, dat er in de koelkast heel wat vaccinaties liggen. Dat is dus wel spannend als er geen stroom meer is. Ja, nee, zeker. Coronavaccinaties doen we niet, maar wel allerhande andere vaccinaties. Insuline is natuurlijk voor diabetespatiënten. En een heleboel andere inhalatiemedicatie die gekoeld bewaard moet worden. Wat voor protocollen zijn daarvoor? Hoe lang kan dat ongekoeld blijven? Sommige producten maar maximaal een uur. Insuline is wel een maand, maar goed, daar moeten we nog nu bij gaan houden. Wat ligt er nu in? Wat is nu nog maar een maand houdbaar is buiten de koeling? Voor zover bekend heeft de onderbreking niet tot grote problemen geleid. Het aantal faillissementen in Zeeland is nu al hoger dan het totaal van vorig jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorige maand werden 4 faillissementen uitgesproken. Daarmee komt het totaal op 41. En dat is dus al meer dan de 40 van vorig jaar totaal. Vanaf 1 november kunnen automobilisten geen gebruik meer maken van de T-tag in parkeergarages. Zo'n 2000 mensen maken nu nog gebruik van die service. Hun abonnementen worden automatisch opgezegd. De T-tag wordt voornamelijk gebruikt voor het betalen van tol voor de Westerschelde-tunnel. Vanaf volgend jaar hoeft dat niet meer. Defensie wil meer kunnen oefenen, ook in Zeeland. Maar niet iedereen zit daar natuurlijk op te wachten, op laag overvliegende helikopters en andere overlast. En dus was staatssecretaris Gijs Tuinman vandaag op bezoek om ons te overtuigen van de noodzaak. Hij had voor de gelegenheid zelfs een speldje met de Zeeuwse Leeuw opgedaan. Hoe meer gebieden we hebben in Nederland waar we met helikopters laag kunnen vliegen, hoe minder groot de druk is voor die regio. Dus je kan nog geen duidelijkheid geven hoe groot die kans is dat er momenten kunnen zijn dat ze hier vliegen? Ja, de kans dat helikopters laag vliegen in Zeeland is wel aannemelijk. De boodschap was duidelijk. Ook in Zeeland gaat geoefend worden. Maar omdat het besluit pas volgend jaar valt, is er over de details nog niet veel duidelijk. Waar die nou precies gaan komen, hoe concreet dat wordt en op welke momenten, dat is natuurlijk interessant en die gaan we gaandeweg het proces vernemen. Naast helikopteroefeningen wil Defensie ook, samen met andere NAVO-bondgenoten, gebruik maken van de haven van Vlissingen-Oost. Dat betekent dat onze partnerlanden binnen de NAVO ook ruimte moeten hebben om bijvoorbeeld hun vliegtuigen, hun auto's, maar ook hun munitie aan land kunnen krijgen. En dan kijken we wel degelijk ook naar de haven in Vlissingen. Bij de Zeeuwse bestuurders is er begrip voor de plannen van Defensie. Maar zij benadrukken wel dat de zorgen van omwonenden serieus genomen moeten worden. Zeeland zal nog iets langer moeten wachten op een nieuwe commissaris van de Koning. De vacature voor de opvolger van waarnemer Hugo de Jonge wordt pas in februari opengesteld in plaats van december. De provincie Gelderland zoekt ook een nieuwe commissaris en het kabinet wil niet dat die twee procedures tegelijk lopen. De kloostergangen in het abdijcomplex in Middelburg zijn vanaf vandaag weer te bezoeken. Ze zijn bijna 2 maanden dicht geweest vanwege losse stenen die voor gevaarlijke situaties zorgden. Nou, we zien dus bovenaan de gewelven en er is er eentje naar beneden gevallen. Nou, als je 25 kilo op je hoofd krijgt, dan is dat natuurlijk niet fijn, dat kan je misschien niet navertellen. En na onderzoek van de monumentenwacht bleek dat er meerdere los zaten. En daarom zijn alle 311 sluitstenen uit voorzorg verwijderd. Het zijn een gewelven, kale gewelven, waar je duidelijk ziet waar het afgehakt is. Dus zonder ornamenten en als, volgens de planning zal waarschijnlijk vanaf half januari zullen de eerste teruggebracht worden. En tot die tijd zijn de kloostergangen dus veilig te betreden. Maar zijn ze dus wel een klein beetje minder mooi. Rolstoelbasketbalvereniging RBVM uit Middelburg is uitgegroeid tot de grootste club van Nederland. Ze hebben maar liefst 3 teams in de competitie en werden in mei voor het eerst landskampioen. Het doel voor dit seizoen is gek genoeg niet opnieuw een kampioenschap. De focus ligt meer op het uitbouwen van de club. Tuurlijk, we spelen altijd om te winnen. Als we de play-offs halen dit jaar, dat zou heel ziek zijn. Maar kampioensambitie, dat moet ik denk realistisch zijn. Dat gaat hem niet worden. Boegbeeld Mark Aalders van RBVM verwacht dus dat het enorme succes van het binnenhalen van de landstitel voorlopig eenmalig is. Want door het vertrek van een aantal sterkhouders is RBVM zwakker dan vorig seizoen. Toch bloeit de Middelburgse vereniging als nooit tevoren, maar dan vooral in de breedte. Op alle 3 de niveaus in Nederland heeft RBVM nu een team. En dat biedt kansen voor de toekomst. Heel veel jeugd die allemaal heel graag willen en heel graag beter willen worden. En er zitten wel wat talentjes tussen hoor. Dus we zijn goed aan de weg aan het timmeren, denk ik.
Het eerste team van RBVM won zaterdag ook de tweede wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Eredivisie. En de Middelburgse club doet dat met een wel heel opvallende nieuwe aanwinst. Corné de Koning uit Kloetingen. Paralympisch medaillewinnaar in de roeiboot en voormalig rolstoel hockey international. Hij heeft de overstap gemaakt naar het basketbal. De eerste weken vond ik het een hele nederigmakende ervaring. Ik heb de stoelvaardigheid en ik heb wel die snelheid, maar het technisch inzicht en het scorend vermogen, dat is nog iets wat volledig moet gaan ontwikkelen. En ik ben nu, ik speel nu net anderhalve maand ongeveer dat ik meespeel. En ik heb gewoon nog heel veel te leren. Straalt het ook op een goede manier op jullie vereniging af, vind jij, dat zo'n Paralympisch sporter kiest voor een vervolg van zijn carrière bij jullie? Ja, joh, je had die kopjes moeten zien van die jonge gasten op het moment dat ik vertelde dat Corné bij ons ging aansluiten. Die waren super blij. En dat heeft zijn uitwerking over de hele vereniging. Toch duurt het dus nog wel even voordat de koning ook in het veld een echte meerwaarde zal zijn. Maar aan ambitie geen gebrek. Het vuur om beter te worden, dat wakkert gewoon nog steeds in me. En het is denk ik wel juist op deze manier dat een hele mooie manier om dat wat voor te zetten. En dat is wel... is heel gaaf. Het is een hele mooie ploeg, heel leuk team, heel veel ervaring en het is juist wel mooi om daar een onderdeel van te mogen zijn en dus juist van hun te mogen leren. En om op die manier zelf ook gewoon weer als sporter en als atleet beter te worden. Nog heel veel ruimte voor verbetering dus, maar ondanks dat en de teruggeschroefde ambitie is landskampioen RBVM na 2 speelrondes in de Eredivisie gewoon gedeeld koploper. Het was vrij koud met een maximumtemperatuur van 10 graden en ook perioden met regen. Halverwege de middag werd het dan wel droog met opklaringen en was er ook nog wel wat zonneschijn. Nou, morgen dan liggen de temperaturen al ietsje hoger, maar halverwege de week stijgt het dan door naar 20 graden en wordt het overwegend zonnig. Zomer in oktober. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. De laatste weerberichten, maar natuurlijk ook het laatste Zeeuwse nieuws vind je altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een heel mooie maandagavond.